Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Boven Duitsland en boven het midden en westen van Nederland zien we veel wolken. Dat zijn allemaal restanten van buien en in Duitsland voornamelijk ook nieuwe buien. Boven België zijn ook nieuwe buien ontstaan. Die trekken waarschijnlijk via Wallonië en Vlaanderen in. En waarschijnlijk dat Zeeland er nog mee te maken krijgt en misschien het zuiden van Limburg. Maar op veel plaatsen in ons land, ook in het zuiden, lijkt het buienleed bespaard te blijven. Als we kijken naar de laatste radarbeelden, dan is te zien dat er geleidelijk aan wat meer buien gaan ontstaan. Toch in het zuiden van Nederland en ook in België. De restanten boven het midden van het land, dat zijn buien die gisteren actief waren boven het midden en oosten van Duitsland. En die buien die gooiden dus op veel plaatsen in het midden van het land behoorlijk roet in het eten. Want heel veel warmer dan een graad of 22, 23 werd het in die regio's niet. Vanavond dan kunnen er nog altijd wel een aantal buien vallen. Met name in het zuiden van het land kan er ook een klap onweer bij zitten. Koud is het niet, met temperaturen rond 20 graden. Daarbij waait een meest matige oostenwind, windkracht 3. Vannacht is het tamelijk bewolkt en dan hebben we nog te maken met buienrestanten of nog enkele buien. Lokaal kan misschien nog een klap onweer voorkomen. En heel veel kouder dan een graad of 15 wordt het dan uiteindelijk niet. Morgen start dan tamelijk bewolkt. Er zitten ook wel wat opklaringen tussen. Lokaal valt er wat regen of een enkele bui. Dat zijn allemaal dan nog restanten van de buien die vanmiddag en vannacht actief zijn. Die, waarschijnlijk is de kans erop het grootste in het noorden van het land. Het uiterste noorden blijft waarschijnlijk wel droog. Later op de dag dan loopt de temperatuur met name landinwaarts en in het zuiden flink op naar zomerse waarden van 25 of 26 graden. Dat betekent dat er dan in de vochtige lucht weer genoeg energie is opgebouwd voor een aantal nieuwe buien. En die nieuwe buien kunnen opnieuw gepaard gaan met hagel, onweer, windstoten en lokaal misschien ook wateroverlast. Eerst waait de wind meestal uit het oosten, windkracht 3. En als de buien passeren, dan kan de wind wat meer naar het zuiden gaan draaien. En later in de avond, net als vandaag, nemen de buien dan weer zowel een aantal als een intensiteit af. Het weekend, dat ziet er nog goed uit. Zaterdag warm, zomerswarm op de meeste plaatsen 26 tot 29 graden. En misschien zelfs wel de lokale eerste 30er van dit jaar. Zondag, dan is het op veel plaatsen dan net een graadje koeler. In de late avond, misschien een enkele regen of onweersbui in het zuiden van het land. Na het weekend, dan blijft het zomers warm, maar neemt de kans op een enkele regen of onweersbui wel toe. Kijken we naar de temperatuurgrafiek, dan zien we dat het eigenlijk tot minstens halverwege volgende week zomers warm blijft op de meeste plaatsen. En dat zelfs de grens van 30 graden op een aantal dagen in zicht komt. Na, daarna wordt het een stuk onzekerder. Misschien dat oceaanstoringen wel dichterbij komen, maar de temperatuur heeft er alle schijn van om boven de 20 graden uit te blijven komen. Mijn naam is Wilfred Jansen voor weerplaza.nl.